staat niet voor niks in de krant, hè. Het is een super negen hebben gekregen, hè, deze mensen. Dus bij deze dus koop ik hier graag mijn oliebol. Zo lekker zijn de oliebollen van bakker Hendrik. De machine van 80.000 euro zorgt voor een constante kwaliteit. En daar zijn ze best trots op. Heel veel trainen, samen met mijn vader. Echt, ja, dagenlang, laat ik het zo zeggen. Echt dagenlang trainen, verbetering. Hier blijven, jongen. Zo. De oliebollentest van het Algemeen Dagblad is de laatste tijd onder vuur komen te liggen. Neemt bakker Henry de test nog wel serieus? Ja, kijk, ik schrijf het niet. Kijk, en ik probeer in ieder geval niet onderaan te komen, want als je afgebrand wordt, ja, dan is het niet goed voor je verkoop. Dat is linksom of rechtsom. Ja, ik kwam langs en ik zag ze staan. Tenminste, nummer 9 van Nederland, dus dat zal wel goed zijn. Een kleine 100.000 oliebollen jaagt bakker Henry er doorheen deze week. Dat moet ten koste gaan van die andere bakker, iets verderop, zonder machine. Maar met het echte handwerk houdt hij stand tegen het geweld van de krant. Een heleboel. We gaan 3 dagen achter elkaar gewoon door. En we zien wel waar het uitkomt. Heeft hij dan geen last van die glanzende vermelding van zijn concurrent in de AD-test? Nee, wij verkopen daar niet minder door. Hij verkoopt er veel meer. Het is niet onze core business. Wij zijn meer van de broden en dat soort dingen. Dat is het hele jaar rond. En ik lig niet echt toe alleen op oliebollen. Maar zijn zijn oliebollen dan wel lekker? Dit zijn onze oliebollen. G9, maar hartstikke lekker.